Goedenavond, dames en heren, en welkom bij de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Standaard-Wetteren. Het was een zeer spannende wedstrijd die uiteindelijk eindigt op 1-0 voor Antwerp met een doelpunt van Lambeau in de allerlaatste minuut. We zitten hier met de trainer van Wetteren, Chris van der Hagen. Het was voor u denk ik ook een hele spannende en emotionele wedstrijd, niet? Ja, ik denk dat we vandaag eigenlijk bij de laatste seconde van de wedstrijd zicht hebben op een puntje. En voor ons zou dat al reden tot euforie geweest zijn, omdat we toch in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dan krijgen we er nog een uppercut bij in de laatste 5 seconden. Dat is heel jammer. Ja, want het was een moeilijke wedstrijd die goed vast zat, maar toch waren de meeste kansen voor Antwerpen, zowel in de eerste als de tweede helft. Je kan wel zeggen dat je hier voor een punt bent gekomen, klopt dat? Ik denk dat je, als je helemaal onderaan staat en je komt naar hier en je denkt bij jezelf van we gaan Antwerpen wegspelen, dan leef je in een andere wereld. Bart kent genoeg onze kwaliteiten. En dat zijn organisatie en daar hebben we vandaag op gespeeld. En ja, als we een beetje geluk hebben, kunnen we met een puntje weg. En dat was uiteindelijk de ambitie. Ja, we herinneren ons ook nog heel goed die fase met Camacho, net na de rust. Kan je vertellen hoe het gesteld is met Camacho? Want die is moeten afgevoerd worden. Ja, hij heeft niets aan zijn oog eigenlijk, maar wel door het impact van de bal. Een lichte hersenschudding, mag niet met de wagen rijden. Dat zal uiteindelijk wel goed komen. En waarvoor dank aan de arts van Antwerp, die hem verschillende keren nog in de kleedkamer ook gaan opzoeken is. Samen met iemand van het Rode Kruis. Maar dan zie je dat sportiviteit uiteindelijk op die fase heel belangrijk zijn. Want wij zaten er ver van en iedereen vreesde eigenlijk voor iets ergs. Maar gelukkig is het uiteindelijk blikschade, maar niet zo erg eigenlijk. Ja. Ja, en dan de laatste vraag. Jullie zien ook, hebben net doorgekregen, Tubeke weglopen, want die zijn gaan winnen. Hoe moet het verder met Standaard Wetteren? Ja, het is heel eenvoudig. We moeten verder zoals we nu bezig zijn. Elke week werken en met zin voor realisme. Onze huid heel duur verkopen en dat hebben we vandaag ook gedaan. En ik moet mijn jongens feliciteren voor de inzet, want het is niet evident om elke week, als je helemaal onderaan in het klassement staat, om elke week het op te brengen om er 90 minuten voor te knokken. En dat hebben ze toch gedaan vandaag en daarvoor moet ik ze feliciteren. Dankjewel. Geen probleem. Dan wenden we ons naar de winnende trainer, al was het in extremis. Jij bent, Lambeau, erg dankbaar, denk ik, vanavond. Daar zal ik het direct over hebben, maar eerst wil ik toch zeggen proficiat voor Chris. Chris is een heel goede collega van mij. We hebben al veel tegen elkaar gespeeld. Chris was in het verleden trainer van Waregem, van Aalst. Wij volgen samen pro-license, is een vakman tot en met. Heeft me zelfs beelden bezorgd van voorbije tegenstanders en zo. Dus ik heb heel veel respect voor Chris. Ik heb veel geleerd al van hem, want hij heeft aan mij les gegeven in de trainerschool, UEFA A. Dus het is heel jammer dat op deze manier Chris met zijn ploeg in de laatste minuut ten onder gaat. Maar ik denk dat iedereen de wedstrijd die de wedstrijd heeft gezien, kan beamen dat er één ploeg vanaf minuut 1 wilde gaan voor de 3 punten. En dan zijn wij beloond. Vorige week wordt ons een punt afgenomen in de 92e minuut. Dus vandaag worden wij beloond door onze aanhoudende, blijvende druk en blijvend naar voorspelen. Gesteund door de supporters die blijven de ploeg aanmoedigen. En dan stellen van dankbaar zijn aan Lambeau, zeker. Benji is een hele goede speler, belangrijk voor de ploeg. Is een beetje zwaar uitgedrukt, vind ik. Ik vind dat wij verdiend hebben gewonnen. Al is dat in de laatste minuut of de eerste minuut, dat maakt niet uit. Wij hebben nu 4 wedstrijden gespeeld in de nieuwe periode, zoals we dat kunnen stellen. We hebben er 3 gewonnen.
Wij spelen op moment aan een gemiddelde, als je dat vertaalt naar 34 wedstrijden, op een heel hoog ritme. Dus daar zijn wedstrijden bij op verplaatsing, 2 en 2 matchen thuis. Dus wij kijken nu eigenlijk echt uit naar de wedstrijd thuis tegen Lommel. Waarin dat ook een volledig ander verhaal is ten opzichte van vandaag. Iedereen gaat ervan uit dat vandaag Antwerp wint tegen Wetteren. En zo ziet u maar dat in voetbal voor hetzelfde blijft het gewoon 0-0 vandaag. En, maar ja, stellen dat wij het gestolen hebben, vind ik wel zwaar. Dus ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Maar toch veel... Nee, Chris. Nee. Maar, maar het komt zo over aan de laatste minuut. Hè, maar, dus ik denk verdiend gewonnen, maar toch chapeau voor Chris met zijn ploeg. Alles gedaan wat zij konden vandaag. Hè. Ja, en als we één constante kunnen opmerken van de laatste 4 wedstrijden, dus onder uw hoede, is het wel die constante druk naar voren. Dat zou je zeker vanaf Charleroi, vorige week op Aalst, geen angst om een mannetje eruit te halen, extra aanvaller in te brengen. Werk je daaraan, om zoveel mogelijk druk naar voren te zetten? Nee, maar dat is ieder zijn filosofie en Chris kan dat beamen. Hij heeft dat ook deze week nog gezegd tegen mij. Ieder heeft zijn visie en zijn stijl. En bij de ploegen in het verleden opperde ik daar ook voor. En dan gingen wij ook met 3 achteraan spelen als het moest. We hebben dat nu ook gedaan. Benji ging een rijtje naar achter, maar in balbezit probeerde hij toch in te schuiven. Om dan die man meer te krijgen. Dus het is jammer dat Oris heel veel kritiek krijgt. Ik weet ook dat Kevin niet in zijn beste periode is, maar heeft enorm veel doelpunten gemaakt al, ook voor Antwerp. En als er iemand is hier in de zaal of in de tribune die mij een alternatief geeft in onze kern, dan wil ik direct na een uur Kevin eens wisselen voor iemand anders. Maar alles wat wij zouden wisselen is geen betere oplossing. En dus op dat vlak proberen wij wel elke wedstrijd te winnen met de middelen die er op dit moment zijn. En wij zijn heel hard aan het werken aan de 2-3 versterkingen. Er is een plan opgemaakt. We hopen dat te kunnen afronden zo snel mogelijk. Het transfer loopt tot eind januari, maar wij hopen dat zo snel mogelijk te doen. Om dan nog iets meer mogelijkheden te hebben in onze strategie om toch vooral thuis vanaf minuut 1 te laten zien dat Antwerp hogerop wil. Dus, verder moet je daar ook niet... dat gaat ook wel eens tegenvallen. Dus nu valt dat mee, maar we gaan ook wel eens tiksel op de neus krijgen. Dus dat is voetbal. Hè? Dus, Goed, dankjewel. Ik denk bij de trainers dan. Zijn er nog vragen van de pers? Ja, Stijn? Wij hopen dat hij tekent. Dimitriev is trouwens de naam. Sorry. Ja, dus Dimitriev is een Russische speler. Een jongen met veel capaciteiten, is 23 jaar, heeft in de nationale ploeg gespeeld onder 21. Is een jongen die wel een toegevoegde waarde kan bieden aan onze kern. Wij hebben hem getest 2 weken geleden, heeft hij 9 keer gescoord in 2 wedstrijden. Gisteren heeft hij ook gespeeld, heeft hij 2 keer gescoord. Dus wij hopen vandaag of morgen mee een akkoord te maken. Dus, en dat is toch 1 van de 3 of 4 versterkingen die op komst zijn. En vooral het type dat we zoeken, jong. Jong tussen haakjes. Ambitieus, hongerig en gemotiveerd. Daar is Dimitriev echt wel... komt echt wel past in dat plaatje. Dus we hopen dat kortelings af te ronden. Ja, we gaan elke wedstrijd... Als we elke wedstrijd evalueren, gaan de spelers wat minder zijn, wat beter zijn... Kijk, iedereen ziet wat onze probleemstellingen een beetje zijn in de ploeg. En die spelers die daar nu spelen, spelen ook een beetje tegen hun natuur. Bijvoorbeeld Guy Dufour speelt vanuit de flank, maar is eigenlijk een nummer 10. En die jongen doet alles wat hij kan. Is schitterend bezig, ook op training, ook tijdens wedstrijden doet hij alles wat hij kan. Maar ja, ik kan hem niet verwijten dat hij die diepgang niet brengt op rechts. Want hij zoekt naar die linkervoet. Dus... Dat zijn spelers die het wat moeilijk hebben, maar die voor mij niet het etiket krijgen, onvoldoende. Dus door omstandigheden proberen zij maximaal te presteren.
Nu, de vervanging van Dennis was een beetje... Ja, u zag ook dat de eerste helft er altijd een mannetje op overschot was, toch, achteraan. En Dennis heeft een virusprobleem gehad, een infectie, een buikinfectie. En heeft toch wat minder getraind deze week. Dus was maandag en dinsdag afwezig. Dus en daarom dat hij... Maar Dennis begrijpt dat, is een tactische wissel. En ik kan verder... Kevin is moeilijk, maar... Kevin werkt schitterend op training. Hij vraagt na de training om extra afwerkoefeningen te doen. Hij werkt aan zijn terugkomst en we moeten hem steunen. En op dit moment is hij een van de weinige spitsen die power brengt vooraan. En ik blijf hem steunen, door dik en dun. We hebben ook geen andere mogelijkheden. Dus en Kevin komt terug, daar ben ik van overtuigd. Verder... Nee, maar Umar is een jonge speler. Ik wil hem ook veel beschermen. Ik prikkel hem ook, ik probeer hem ook te prikkelen. Maar hij is nu een maand 17 geworden. Hij maakt ook op training nog van die jeugdzondes. En dan is het logisch dat zo'n jongen al eens een helft op de bank komt. Hè? Dus, maar hij heeft dan... u hebt ook gezien na de rust dat hij het moeilijk had. Dat misschien de verwijzing naar de bank even... een terechte tussenstap was voor deze 1 of 2 weken weer te overbruggen. En ik denk ook als Umar gaat een grote toekomst tegemoet, maar gaat moeten beschermd worden als hij week na week nu al met die druk zou moeten omgaan van die druk om in de spits het verschil te maken, dan gaat zo'n jongen problemen krijgen in de toekomst. Dus we moeten daar voorzichtig mee omgaan. En verder moet je daar niks achter zoeken. Het heeft niks te maken met zijn pet. Dat is gewoon de dagelijkse werking. Dus dat is geen probleem. Dank u. Zijn er nog vragen? Goed, dan danken wij de pers voor hun aanwezigheid. En de kijkers natuurlijk om te kijken. Tot volgende week.